Hey, we hebben het veld verdeeld in 3 vakken. We laten dat zo zien. Casper moet noemen in welk vak ik de bal ga slaan. Op het moment dat hij de bal van mijn racket verdwijnt. Deze oefening moet je dus heel snel zien waar de bal komt. Nou, bij het laatste punt zie je ook dat Casper op tijd bij de bal is in 1, waardoor hij er heel snel ook een punt kan winnen. Komt de bal nou in 3, ja, dan moest je naar achter om hem ook weer op heuphoogte te raken. Dus als jij op de goede plek staat, ga je ook betere ballen slaan en dus minder fouten maken. Oh.